Mooi. Ik heb een dwars aai in mijn naam en dat staat wel een beetje symbool voor wat er in wat eerst Friesland, de jouw les in Harkma. Of ik zit er aan school en ik ben er belust bij als directeur aan school en daarna is ik nog als projectleider bij een triatel onderwijsprojecten. En die triatel onderwijsprojecten die ben ik wel richting op het Calimero gevoel. En ik weet dat je weet waar Calimero is. Toen ik wat jonger was, wie Calimero weer een beroemd tekenfilmpje en dat voegeltje dat hier echt zoiets van zij zijn groot en ik ben klein. En die mentaliteit die heerst ik wel een beetje bij huis. Dat ik woord mij hem hou, ambitie, onderwijs en krimp. En die eerste twee woorden die haar nevens mij, had die een duidelijke relatie met de krimp van de regio. En dat sluit ik wel wat om bij het verhaal wat mijn voorgangster hier krijg vertelde. Maar ik denk dat er namelijk nogal wat een groot gat is tussen de wat de jeugd momenteel belibbert en hoe we het in het onderwijs doen. Moet even zien waar ik op richt hem hoor. De maatschappij van 2018, alle scholen die had zien worden, net zien worden, die had heel lang een prachtige missie dat ze de band ter eerste willen verdelen aan de maatschappij. Maar die band die hadden meestal nee dat ze van de basisschool ook komen nog een hier of zie je misschien moet ik in voordat ze echt de maatschappij ik meid zien hier en die maatschappij vandaan. Vreeg ik me moest af van stien de scholen ook nog stil bij hoe die maatschappij er dan uitziet. Dit zijn vraagstukken die in wat is Friesland leven en waar we verstenen en er is zelfs is er een sociaal-economisch masterplan is er ontwikkelen om en daarin spreken ze van netwerkondernemingen en het binnen van heger opladen, wijnje en werkje, dat we daar wat met warmwater. Ja, dan denk ik, wijnje en werkje is mooi, maar zo'n mensen graag wijnje willen op een plek waar de mobiele telefoon de helft van tien het werkt of waar amper een goede internetverbinding is. Of meeste gezinnen met bijna in dorpjes waar squallen staan die gewoon minder bieren kennen als een squall in een grutplaak. Al je vragen, we hebben het binnen, nu zit ik in het onderwijs en wij in het onderwijs en wij de volgende probleemstelling. Er is de oude jaren is er heel veel geld pompt in het Friese basisonderwijs en dat had ik vertuten dien. Er binnen steeds minder zwakke squallen, maar het ijs waarop we staan is wel flinterd in. Want de ene zwakke squall is voort en het kan ik zelf wijzen dat er op een oorplak werd het ene verwacht hier toch een zwakke squall te vastkien komt. Er is in 2009 is er een onderzoek geweest naar squallsucces en dan met name hebben ze de band in het voortzetonderwijs onderzocht en een van de conclusies die weer dat het ambitieniveau van het basisonderwijs en het voortzetonderwijs dat het leger is als de rest van Nederland. En de squallprestaties hebben niks uit te steken met de Friese taal, ik niks uit te steken met de sociaal-economische omstandigheden of de sociaal-economische context. Ik wil je eigenlijk meenemen naar dat verhaal van die oude leerkrachten en men. En leerkrachten, dan wil ik net zeggen dat het alleen maar leerkrachten binnen, dat de directeur daarmee moet een schatbloeien kennen en zo. Het is eigenlijk, met leerkrachten bedoel ik eigenlijk het totale onderwijs. Dus ik wil die drie componenten, die wil ik even middel met je. Einde, en dan vertellen wat wie daar uiteindelijk mee doorgaat. En uiteindelijk kom ik er weer op waarom. En dan wil ik eigenlijk, of dan kom ik er even weer waarom. Het onderwijs, het is een totaalsysteem. Dat is voor iedereen ook duidelijk, want we kennen wel alleen nog het ambitieniveau van bijna aanpakken. En dan de leerkrachten en daar moet een beschouwing liggen. Ik denk dat het werking is. Ik begin bij de orde. In Friesland hebben we drie externe normen die heel bepalend binnen voor hoe het is orde binnen, maar ik wat we hoe jou op deze benen. De eerste is domme gewonnen door je gekke nog. Het gekke is, ik sta in Harkema's kwalen en dat we een zakelijke orde onder haar, dan zijn er heel veel mem minder onwijzig. En als er een voetbalwedstrijd is, dan zijn alle heiden er onwijzig. En op het voetbaltrainer had die heiden die enorm volle ambitie. En ze weet ik al, je wil wel een zoon laten voetballen, maar dat is bij Heerenveen of bij Ajax, dus daar ben ik heel veel teleurstelde heiden als die ben wat ouder worden. Maar ik had op school het een keer bezocht tegen zijn ouder jongen en toen had ik alle ouders vragen van waarom je nu ze bijna eigenlijk naar school? Want op het voetbaltrein dan weten we wel waarom ze erin gingen, wat ze beter voetbal in leren. Maar waarom je bij ons naar school? Nou, ik had de vraag gesteld en er weer een schooltje stil. En op een bepaald moment wie er toch in die achter in de zaal die het lijf hier in de hoorn opstut en die zei omdat ze fjouwer hier binnen. En dat we een antwoord wat ik wel verwacht hier, maar eigenlijk is het wel een heel verrassend antwoord. Want de band die natuurlijk net naar school omdat ze fjouwer binnen, de band die in de school om wat te leren.
Maar ik thuis min bij een vreugde van wat hebben jullie dienen, wat hebben jullie leren, zeggen ze heel vaak van nou, niks bijzonders. En dat denk ik, dan is het thuisbloek. Dus ik vreeg me soms wel, die leraar die voor die groep stiert, is die dan ook elke dag, is die dan, ik dwaande die ben echt uit te lezen wat ze nou leren en waar het voor is. De tweede waar we met al en ik wil zitten, dat en dan met name in onze regio Maastricht zult wel weten, dus al die verhalen, heel lastig alles, die vervelend zijn en weet ik het wat, ja, dat herkennen we iets minder. Ze gaan toch wel heel erg al op wat de meester of de juf vertelt. En dat de meester en de juf dan bij de eerste opmerking ervan uitgaat dat de ouders begoed financieel, dan komen we net verder. En de derde, een liekman is een riekman. Ik neem het aan bij ons maar een beetje de boerencampingmentaliteit. Dat is dat heel veel mensen die een boerencampingje, dat is je begint een boerencampingje en dat doe je met geld waar je haar het liefst op een plakje wij zitten en als je dan wat geld verdienen haar dan investeer je in een extra wc of een extra toiletvoorziening. En als je dan wat meer verdienen kan je op die manier kan je wat verder komen. En dat risico mijdende gedrag, dat zie je wel een beetje waarom. Het zou beter wijzen van investeren ze er eens goed in. Ezon Sterren daar vind ik wel een mooi voorbeeld van. Dan weet ik net precies hoe die mensen er financieel voor staan. Dat ken ik wel heel slecht wijzen, maar het lijkt in ieder geval wel goed. En dan denk ik van dat is investeren en dat levert ik heel wat op. Nou, wat doen we? Noemen we onze leerkrachten. De tweede component. Het onderwijssysteem. Dat lijkt het had wel een beetje van, ik had er even niet zetten, dan lopende baan. Vroeger de klassieke organisatietheorieën in de tijd van Ford. Het wie gewoon, ze woonden een automaatje en ze planten de mensen gewoon lopende baan. En wat die mensen er dan van voelen, dat maken hun dan ze voluit. En de man die het veld eronder schroefde, die kon ik niet schelen hoe degene het stuur eronder zette. Dus dat, maar er kwamen wel een boel auto's komen die daar waren geproduceerd. Daarna kreeg dan dat de meesten niet begonnen te denken hoe, van we hebben een doel. En we hebben onze mensen. Hoe moeten we onze mensen veroorden om de doel te halen? Dat is een zogenaamde fit-benadering. En Jurdijs is het meer de human-based benadering. We gaan mensen en we zorgen wat, en met die mensen zorgen we van welk doel zo'n helly willen en welk doel zo'n helly kennen. En dan ben de mensen moet algemeen volle gemotiveerder, ze gaan volle meer verantwoordelijkheid, ze zijn volle creatiever. Maar ik dan als je hoe het onderwijs in elkaar steekt. Het onderwijs dat ligt echt op die fit-benadering. We gaan een doel en we schroeven de mensen voor. Eerst al van dat doel maar we helden, dat is een rol die de inspectie heel erg op zich neemt. Vervolgens gaan we de mensen ook heel erg voorschroeven, door de inspectie trouwens ik, maar door de lesmethode ik heel erg voorschroeven van jongens, je mag het op die en die en die manier doen. Maar een direct instructiemodel, 26 bullets. Ik nodig een willekeurige persoon hier in het publiek die geen onderwijservaring had, als alleen nog maar zelf onderwijs had. En ik zeg van nou, twee doelstellingen, wil je ook nog eens beschikken om die doelstellingen aan die band te leren, dan ben ik ervan zeker dat diegene het direct instructiemodel toepast niet. Maar wij gaan 26 bullets. En dan waren die mensen onvoldoende. Als ze er net onvoldoende is, is het net goed. Als ze het niet kennen, dan huren we een begeleider in. Die begeleider gaat hen vertellen hoe ze het aan het doen hadden. Dus van eigen verantwoordelijkheid en eigen creativiteit en dat soort dingen is eigenlijk geen sprake meer. Ik denk dan zelf van, ga nou ergens met die mensen zitten. We hadden altijd hoe smart en ik denk dan de acceptabel en de realistisch. Die verliezen we voor ze tegen. Ga eens met hen zitten. Welk doel kennen we nou helpen? Of accepteren we dat deze niet meer kennen, of pakken we het aan. En als we het aanpakken, wat geven we er dan aan doen? Nou, let dan die leerkracht eerst zelf beziekje, reflecteer regelmatig op die doelen, en je dan vervolgens een stapsgewijze, zie van wat moet oorst doen om dat doel te halen. Nou, meer verantwoordelijkheid, meer creativiteit, meer motivatie, dat soort zaken. En het onderwijs het is echt zo, want we gaan groep 1, mijn specialist erin, we gaan groep 2, mijn specialist erin, en groep 3, mijn specialist erin. En we gaan een heel orgaan, wat van boeten naar u opleidt wat we doen, maar dus die lopende baan, dat is helemaal net zo raar. Het is echt krekkend onderwijs. Ik vind die leerkracht niet zo'n meer dan een meta-reflectie. Dus vaker nadenken hoe doen we de goede dingen nog, en minder vaak hoe doen we de dingen nog goed. En hoe die goede dingen nog doen, daar kom ik zo meteen in op even om. We hebben een project met de PABO NHL en de Universiteit Twente, waarin we de leerkrachten actieonderzoek uitvieren letten om uiteindelijk problemen op te lossen, waar ze zelf zien aanrennen. Nou, de eerste leerkrachten die hebben hun onderzoek gedaan en die resultaten die binnen gewoon hartstikke goed. En dat werkt volle beter. We hadden bij mezelf in school gewoon om metacognitieve vaardigheden aan leren. We zijn 6 jaar bezig geweest met zelfstandig werken en samenwerkend leren en dat soort dingen. En omgaan met uitgestelde aandacht. Die leerkracht had haar onderzoek presenteerd en iedereen die vindt eigenlijk dat we dat van in elk geval de midden tot en met de bovenbouw gewoon op deze manier de wand hadden.
Nou, dan denk ik, dan ben je regisseur van je eigen proces. Dan kom ik bij de, bij de band, en dat jeet u daar natuurlijk om. Maar ik zei het krijg al, ik vreeg mijn eigen band was wat hij hem leert. Een band wat ik een doel heb waarom hij op school zit. En dat ik zie in een band zit, zit van, ja, dat is beter die band, want dat is voor een band is dat op dat moment dat ik dat dan zei, dan denken ze, nou, meester Willem zei het, en dan, die shot wel aardig streng uit en dan doe ik het even, maar dat werkt misschien 2 minuten. Hij moet weten waar hij het verdor. Nou, hoe kunnen we dat nog van willen krijgen? Wij onder oren, los een van talen rekening, was ik heel wichtig, hebben wij 2 projecten in het leven open. Kids and Company en Klassenglas. En dan is mijn Engels wel slecht, maar Kids en. De en, dat is omdat het de domeinnaam and company die wil verschijnen, dus vandaar. Ik ben een squalmeester, dat wil ik net op aanrekenen. Kids and Company. Dat is een project, ben we ook grutsk op trouwen, wonder ik, daarmee ik de Friese onderwijsprijs en we werken daarin samen. Nou zo langzamerhand ben er al 4 scholen voor basisonderwijs en 2 scholen voor vastzetonderwijs in Belutsen en een hoop bedrijven die daarin mee werken. De band die binnen met dwaande, je bent bezig met het filmen van een bedrijfsproces van een drukkerij Douma in Dokkum. Maar ze hebben Big Leaks Groep Zoon, die had een toeristische website maken met een internetbedrijf. En nu komt het aardige, dat mag je voorstellen, dan komt er een band bij me en die zegt meestal mijn telefoon inbroeken. Ik zei, zeker jongen, wat zegt? En dan zei hij in België. Ik zei, waar zit België? Ja, weet ik niet. Ik zei, wat zegt dan België? Nee, ik ga een noemer krijgen. Nou, waar had hij dat jong? Nou, hij had me dat jong. Maar dat is voor Kids and Company. Ik zei, maar doe eens naar iets waar België zegt. Nou, dat soort dingen. Dus die dan, als die in België maakt, wat moest diegene vertellen? Stel je voor dat diegene die dan bellen, dan zei van, ja, ik wil het net. Hoe sluit het gesprek dan hoor? Het liep je van zulke vanzelfsprekende dingen, maar die ben net heel vanzelfsprekend. En hoor is ik van, ja, dan geven we een advertentieverkeping. Wat moet die advertentie kost je? Dus die knaap die belde zo, die wist dan niet eens waar die advertentie dan kost je moest. Maar het is een banner, dus ik kan heel veel advertenties zien. Dus in een pre-vial week tijd verkocht die advertenties in bepaald, nou, dan moest een tientje het stuk kost je. En dan stiert het op een advertentie waar al je wetenswaardigheden, bezienswaardigheden van Harkum op stieren. Dan stieren van die banners. Ik wou iets 3,5 euro aan advertenties hebben verkocht. Mijn echt contract en dan loopt die erop en dat soort dingen. Nou, dat is volgens mij is dat leven zegt leren, rekken je taal enzovoort. Twaar is Klassenglas. Eerst een Klassenglas, af en toe krimp. En Lietse Squal, en weet ik het wat, er is volgens mij een enorme kans om hier een enorme goede glaasvezelstructuur te lezen in wat is Friesland, maar eigenlijk wel in heel Friesland. Wij zijn er in 2000 samen begonnen. Toen gingen we bij de eerste 15% van Nederland jaren kennen. En we zijn zo vaak van het kastje naar de moeren stuurd dat we, als we nog even langer wachten, dan beheren we dadelijk weer bij de laatste 10% van Nederland. Vandaar ik die AI-dozen van Calimero. Wij hingen een opening van dat project in Boetenpost. Groepen BNB, bestuurders, ondernemers. Enzovoort hinnen. En die band die ziet daar en om dan even om te gaan hoe groot het verschil is. En ik een beetje refereren door een vorige sprekster. Hoe groot het verschil is tussen het onderwijs en uiteindelijk wat die band daar is beleven. Ik kies een ouderwetse lei mee. En toen vroeg ik die band dat ze wel wisten wat het was. En als ze wisten al wordt dat een lei weer dat je daar op schroeven kon. Nou, toen kregen we hoe ze dat dienen, dat we de schroeven inschrijven enzovoort hinnen. En toen vroeg ik Elsen hier en daar. Ik zei, waar vind je hem schroeven nog een proto dan? Nou, iedereen hier een arm mee. En vervolgens vroeg ik iedereen van waar. Schroef meer dan dat hij typt. We hingen alleen de band die hingen de handen weg. En toen had ik vreemd van waar VM kreeg nooit dan al typles op school. Dat is een heel simpel voorbeeld. Nou, net een van al die band die dienen op school een typles. En dan had ik het alleen nog maar hoe tekstverwerking op een computer. Dan had ik het naar ISO Serious Gaming en dat soort dingen. Maar het glaasvezelproject, een ander ding wat we heel volle broeken. En dan kom ik op dat ene punt wat bij die arm zit, die laatste, want die ben ik in de haast zelfs nog vergeten. Dus die ik bied dat een goed voorbeeld doet goed volgen. Dat wat je zelf doet, kun je in oorlijk makkelijk uitlezen. Wij hebben bij ons in de omkrieten heel veel bouwvakkers en mensen die in de productiearbeid zitten. In Wassenaar hadden ze eigenlijk hetzelfde probleem, maar daar zullen ongetwijfeld meer juristen en tandartsen en dat soort lui wijzen. Dus de zoon of dochter van de tandarts had meer kans dat hij die tandarts werd, dan dat hij bouwvakker werd, maar oorzaam heel dik zou. En dan hoezo minder dan je tandarts te worden. Maar ik denk wel van, wij op onze squallen, maar de verzwaring dat die ben uiteindelijk voorbeelden krijgen van hoe het maakt. En dat is nu nog uitzondering en dat zo regelwijze maken. Een vriend van mij is dierenarts geworden omdat zijn leerkracht in VWO 2 zijn biologieleraar hem inspireerde en hij een prachtige kerel van en had ervoor zwaar dat hij dierenarts geworden is. Ik zit op HAVO en toen wil ik echt stoppen en mijn ouders zijn toen mast die op je aan van een opleiding. Maar de PABO zit in hetzelfde gebouw, daar
dat we gauw regelen op een vrede media. En dan denk ik van, het moet regelwijze en geen uitzondering dat wie ben inspireren op een basisschool al van wat kan er gebeuren. Dus wij gebruiken bijvoorbeeld heel veel dat we skypen binnen met al je experts op afstand. Allerhande beroepen, van straaljagerpiloot en net dat we bijna de oorlogstuiging helpen, worden tot en met de burgemeester. Die is trouwens in het vatzet onderwijs twee keer zitten blijven, dus van zulke ben ben ik legio kansen nog. Maar wat we ermee mij bereiken willen is dat die band uiteindelijk al je voorbeelden kregen van wat ze willen. En als Dennis uit groep zo'n dan nou al de uitzending had van ik word tandarts worden, dan denk ik, dan is het al wel leuk. Ja, als ik skypen ging met die band, dan maak ik eerst al mijn orenleerkrachten, en dat deel ik van mijn collega's, dan maak ze alle orenleerkrachten was kou jongens om te zien hoe gaan wij in Skype afspraak. Dus even de computer even net broek had kennen. Nou, kom ik waarom bij beginvraag die ik volgens mij verbieskerden ben. Maar de hikermikste ene, dat is sluit het basisonderwijs bij de maatschappij van 2018. En hoe kunnen we de band intrinsiek motiveren? Nou, ik ga hem even samenvatten of geer verder. De orde. Nou, dan zitten we met die drie normen. Nou, dat kunnen we niks over met waar of de machine ompraten en voorbeelden zien letten. Dus als ze onder op Friesland joggen of weet ik het wat, of bij ons op het schoolplein, kan ik niks schelen. Ik vertel het verhaal gewoon overal. De band. Het leren maar in mijn beleving, maar het beturing gaan. Je moest net naar school gaan omdat je een school maakt, maar je moest er heen gaan omdat je iets leren wordt en dan moest er graag heen gaan. Maar dat begint het volgens mij mee. Dus wij worden net dwingen om naar HAVO of VWO te gaan, want dan kregen we van die tafereel dat er in de krant stond dat er te volle naar HAVO of VWO ging en dat bleek dat ze slecht presteren in vatzet onderwijs. Dat is de bedoeling echt helemaal niet. Leerkrachten. Nou, die human based strategie die sommige woorden waren maten. Dus jou die meesten de verantwoordelijkheid erom, want volgens mij ben al die leerkrachten vroeger ondernomen omdat het hele leuke, enthousiaste, creatieve mensen waren. Ze moeten wel regisseur van hun eigen proces worden. Actieonderzoek, metareflectie, dus die metareflectie ik vaak aan uitdenken van waar ben ik nou eigenlijk mee bezig. En als dat net wist, dan denk ik eerst er beter mee stoppen. En dat hadden we dan een keer verder in die drie projecten, Klassenglas, Kids & Company en de Lerende Basisschool. En dan zit er in bij waar pakt het op? Nou, dat onderwijs, dat Kids & Company, we zijn druk bezig met bedrijfsleven om daar al die dingen mee te doen. Dat andere stukje, PABO, universiteiten, we zijn nu ook bezig met academische PABO in Grains en neem het op, dat zal ik al even terug in, dat zal je heel veel komen worden. Maar dan kom ik even met die glasvezelkabel weer om. Ik weet niet waar van je meer een liedse squalg in de band had, of waar van plan is ooit misschien een band te krijgen, maar. En dan mag je hem zelf de vraag maar stellen van, als je dan de band ergens op school gaat willen, ga je dan ergens wijnen? Waar een lietse school is mee, drie leerkrachten, en er staat 12 kilometer verderop, een grutplak met een school waar ze een band die heel goed leren kennen, expansjouwen. Kies je dan voor die hele lietse school tegenbij, waar die mogelijkheid net is, of kies je dan misschien wel voor die lietse school tegenbij, waar via een internetverbinding die band gewoon meedoen kan om een Spaanse les of wat ik verzin het maar. Nou, dat soort vragen, dan denk ik van, had wie dus die Friesland leefbaar horen willen, en dan kom ik een op 1000 hier weer om, de Sister Sjensers Monniken, die je toen met boermoeite de zaak de roelijn had. Als we vinden dat het net volle zimmer had, dan hoeven we de dieken net te verheugen, maar dan kunnen we het ook goed op lange termijn weer onder water zetten. ik luide net in. Ik denk dat we het met z'n allen nog pakken, maar en dat is ik de boodschap die ik je mooi graag mee aan wil. Dus waar maar enige invloed daarop uitoefening kan en wil, zo graag willen dat hij medestander wordt in dit verhaal.